Veel evenementen gaan dit voorjaar weer niet door als gevolg van corona. Maar fervente wandelaars kunnen zondag 25 april gewoon meedoen aan de OLAT voorjaarstocht. Die start vanuit Boskant. We hebben dit jaar ook al een aantal tochten af moeten lasten in verband met de corona. En we zijn daar wel in geslaagd om in februari en maart nog een tocht te laten lopen onder strikte voorwaarden. En dan heb je dus geen startlocatie. De mensen gaan van een parkeerterrein gewoon zelf wandelen. Er is ook geen rustpost onderweg. Er zijn alleen maar koffie to go bij de horeca. Dat is wat je mag op dit moment. En deze tocht is dus beduidend anders, want we zetten nu wel rustposten neer, omdat het gaat onder de stichting Open voor Nederland. En dat is een heel andere situatie. Deze wandeltocht wordt nu georganiseerd in het kader van Open Nederland, een stichting die onder leiding staat van oud-militair Tom Middendorp. Met als doel een bijdrage te leveren aan het heropenen van ons land. Ja, die stichting die moet gaan zorgen, door middel van teststraten, dat er een aantal dingen in Nederland open kunnen, zoals museums en bioscopen en dat soort zaken. En daar hoort ook een wandeltocht bij. En onder auspicie van de Koninklijke Nederlandse Wandelvereniging hebben we twee tochten. Morgen een tocht in Friesland, helemaal tegen de Waddenzee aan. En zondag een tocht in Brabant. En OLAT is natuurlijk uitgenodigd om een van de twee tochten te organiseren. En wij doen dat in Brabant samen met de Rotterdamse Wandelvereniging. Maar levert een wandeltocht dan zo'n groot risico op besmetting op? Er is eigenlijk weinig gevaar aan. Hè? Want je hoeft echt niet bij elkaar te komen. Je kunt makkelijk wandelen in groepjes van twee of vier personen. En dan kun je voldoende afstand houden. En dat hebben we ook al bewezen. Alleen, ja, voor het grote geheel doen we mee om te laten zien dat het ook kan met testen en alles wat erbij hoort. Maar, zegt u, het testen schrikt af? Testen schrikt af. Normaal zouden wij bij deze wandeltocht, met dit type weer wat we verwachten, zouden wij 800 tot 900 wandelaars hebben. En 300 is dan heel erg weinig. Wat is er anders aan het organiseren dan anders? Nou ja, wat je nu moet doen is met name dingen verpakt aanbieden. Hè? Veel koek verpakt in plaats van een boterham die we normaal aanbieden. Onze vrijwilligers beschikken over een heel pakket van desinfecterende middelen. Zoals dit gezichtsmasker. Staat toevallig OLAT op, maar... De OLAT is dus goed voorbereid en ze hebben er ook heel veel zin in. Wij gaan gewoon vrolijk van start en we hopen dat iedereen een fijne wandeling heeft.